Ja, meisje. Hoe is het zo? Is het zo? Is het zo? Mijn lieve, ja. Je mist Frodootje ook, hè? Ah ja, lieve vrienden. Een regenboog, want het regent en de zon die schijnt. Zoals jullie allicht kunnen zien. Ja, goedemorgen lieve vrienden. Het is alweer 3 minuten over 10. En we leven op maandag 18 november. En het leven gaat door, ook zonder Frodo. Ik ben dan natuurlijk uiteraard verdrietig en doet pijn. Ja, gisteren zat ik toch even op Facebook en ik kreeg allemaal berichten binnen. Van medeleven, ja, dat doet je dan toch wel weer wat. En dan begin je wel weer te huilen, et cetera. Dat ik denk, ja, ik moet er maar weer uit, want dit werkt zo niet. Dus ik ben er ook weer uitgegaan en gisteravond bij tijd naar bed. Ik was moe. En ja, en dan ben ik alweer geruime tijd wakker, maar ik ben er niet uitgegaan. Want ik denk, ik moet mijn slaap hebben. Want ik was al voor 6 wakker. Ik denk, ja, dat is mij een beetje te vroeg. Dus ik ging ook gisteravond niet om 1:08 naar bed, dat was ook wel later. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel weer een welkom bij een nieuwe vlog bij Corina. Eeuw in en Kandalf. Ja, moet ik dat nou nog blijven benoemen als beestenboel? Ik weet het niet. Maar ja, we zien wel. We laten het gewoon nog even lekker zo staan, Corina en de beestenboel. Want ja, het is toch een beestenboel. Eeuwin en Kandalf, ja. Kandalf is buiten, Eeuwin zit voor het raam te koekeloeren achter de bank. En de televisie doet raar. Ik kan hem niet zachter of harder zetten. Dus. Wat daar mis mee is, weet ik niet. Dus dan ga ik zo meteen even alle stekkers eruit halen. En opnieuw erin. Eventjes het contact verbreken met het lichtnet. Ja, wil ook wel eens helpen. En misschien hebben ze wel een update gehad, weet ik veel. Maar in ieder geval, ik heb daar geen verstand van. Ik ga dat eerst zo meteen even regelen, proberen. Dan ga ik een broodje klaarmaken, even voor de beestjes zorgen. Want die twee willen wel eten hebben. En ik weet niet waar die kleine fruitvliegjes vandaan komen. Ik heb niks in de bak waar ze op af kunnen komen. Want ik doe tegenwoordig alles in een zakje, die knoop ik dicht en dan gaat het pas in de prullenbak. Ja, het vuilnisbakje. Dus ik snap het niet waar ze op afkomen, maar het zal. Ik hoop dat ze verdwijnen. Of ja, het is ook te zacht, hè, steeds. Ondanks dat wij het wel koud vinden, is het te zacht voor die dieren. Maar ja, ze mogen van mijn pad wel wegblijven uit mijn huisje. Ja, ik heb dat niet besteld. Maar het is hier al in ieder geval triest weer. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Het is niet fijn. Nee, echt niet fijn. Kijk maar, donker, grijs en grauw. Oh, plastic komt hier ook vandaag. Nou, ik heb geen plastic. Nee. Mag dat? Zo. Die staat erop. Ja. Dat is de buurvrouw uit die hoek daar. Nou, je mag hier ook niet rijden. Dit is een in deze straat mag geen auto komen met je dus gaat verhuizen. Of een invalide moet ophalen, maar zelfs die moet behoren eigenlijk te lopen of met een rollator lopen. Maar ja. Een auto mag hier gewoon niet komen, een scooter mag niet komen en een fiets niet. Waarom doen ze dat wel? Ik weet het niet. Maar ja, ik zal wel niet de enige wezen die zich wat dat dan gaat aan de regels houdt en die dan boos wordt om een ander die dat niet doet. Nee, want je krijgt er wel ongelukken door. Ja. Je krijgt daar gewoon ongelukken door. En wie zijn schuld is dan, wordt er naar jou gewezen omdat je niet zo plotseling uit je deur moet komen. Nee, we mogen er niet rijden. Want ze rijden ook wel pal langs mijn raam, hè, op de fiets. Ja, hoe is het mogelijk? Maar oké, doet er niet toe. Ik ga wat doen. Maar ik denk, nou ja, Jack van Cirolo die komt om 11 uur. Ik
komt hij pas na de lunch, want hij heeft een hele, hele belangrijke afspraakje gegeven net. Een dringende afspraak. Kom wel na de lunch. Nou ja, oké, ook goed. Ja, als ik al moe word halverwege de ochtend, dan ga ik nog even plat, ja. Of ik ga op de bank. Kan ook. Maar oké, lieve vrienden, ik ga nou aan het werk. Want het werk is er om gedaan te worden. Oké, Rebecca die komt ook vanmiddag. Maar ik wil mijn... Het is nu droog. Ik wil mijn tuindeur aan de buitenkant eventjes schoon hebben. Want daar staan vrolijke poten nog op. Krassen krijg ik niet weg, maar wel die modder. Ja, toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet en tot later. Doei, doei. Ja, goedemiddag lieve vrienden. We leven nog steeds op de 18e november en het is 4 minuten over 2. Mijn begeleider Jack van Verelo is net de deur weer uit. Die heeft geholpen om in ieder geval al de kerstspullen van zolder te halen en ook al kerstspullen naar beneden te brengen. Er staat ook nog wat boven, maar dat heb ik nog niet nodig. Maar kijk, daar 2 bakken op elkaar en hier 3 bakken op elkaar. Dan kan ik tenminste rustig aan mijn gangetje gaan. Ja, en nu is het wachten op Rebecca en ik ben bezig met een, tenminste die vlog is al klaar. Maar ik moet nog het plaatje klaarmaken die erbij behoort. En ja, ik ga eerst een bakje koffie maken. Ja, ik heb dorst. Ik bedoel, het was benauwd op zolder. Ja. Maar ja, dat wou ik jullie even vertellen. Hé, Ewen? Ja. Dat was een meisje. Oh ja? Is dat zo? Ja, een meisje. Hoe is het zo? Is het zo? Is het zo? Met liefde, ja. Je mist Frodootje ook, hè. Ja. Ja, galgenhumor noem ik dat. Ja, de ene gaat naar de ander. En dan moet je ook nog doorgaan en je moet weer gaan lachen. En ja, ik kreeg van de week ook te horen. Oh, wanneer was dat? Goh, wanneer was het nou? Zaterdagmiddag. Astrid, ja, ik ben heel eventjes buiten geweest naar de winkel. En toen zei ik het zo, ja, ze zagen dat ik verdrietig keek. Wat nou, ben je verdrietig? Ik zei ja. Waarom ben je verdrietig? Nou, ik heb gisteren mijn hondje in moeten laten slapen. Nou, het is maar een hond, het is maar een dier. Moet je daar verdrietig om zijn? Ik zei nou wel harteloos, niet? Nou, ze zegt, ja, ze zegt, ik moet ook niks van dieren hebben. Ja, een vogeltje vind ik leuk, maar verder, die viervoeters? Nee, zegt ze, ik heb maar een hoop zorg en kwel. Ik zeg, nou, zeg, dat doe je toch met liefde? Ik zeg, net als met kinderen. Maar ja, die heeft ze ook niet. Ze heeft geen kinderen, ze heeft geen dieren. Ze houdt niet van kinderen, ze houdt niet van dieren. Dan enkel van vogeltjes. Nou ja, we slaan het op. Maar oké, zoek soort mensen ben ik liever kwijt dan rijk. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik moet ook nog op zoek, want zo'n bak die wieltjes heb, die heeft wieltjes, ik heb een paar van die curvenboxen, maar er is er eentje, die is eraf. Ja, nou ja, dat moet ik even zoeken. Hij zit scheef erin, op een of andere manier. Zo ja. Zo, nou wil hij wel rollen. Hij wou niet rollen, nou ja, oké. Maar dan gaan we ook, dat vind ik wel. En dan kan ik hem er weer onder zetten. Hé, meisje? Ja. Maar ik ga nou koffie maken. En ik zou zeggen, tot later maar weer. Ja. We zien het wel hoe het ruilt en zuilt. Kom ik vandaag niet terug, heb je gewoon pech. Ja. Simpel hoor. Ik denk momenteel er niet iedere keer aan van, oh, ik moet vloggen. Nee. Voorheen, dat ging eerst allemaal vanzelf, maar omdat ik nog steeds zelf ook met mijn gezondheid kwakkel. En nou verdriet erbij van mijn hondje. Er zijn andere prioriteiten waar ik aan denk. Ja, er zijn meerdere dingen wat mij bezighoudt. Ook mijn vriendin die er niet meer is, Riet. Ja, dat vind ik ook erg. Maar ja, wat doe je eraan? En ik probeer ook steeds maar Chrissy te bereiken.
die is ook van de aardbodem verdwenen. Ik krijg er niet te pakken. Dus wat er aan de hand is, ik weet het niet. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Doei doei! Een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer dinsdag 19 november. En we leven om 10 uur 41. En ik ben er al een hele tijd eruit. Ja, ik ben boven aan het werk geweest. Ik heb wasgoed opgeruimd, in de kasten gedaan, wat al opgevouwen was door Rebecca. Ik ben zelf aan het vouwen geweest. Ik ook gelijk aan het opruimen geweest. Er ligt nog een klein beetje. Voor mij en voor Rebecca. Dus ja, dat is dat er ook weer doorheen. En dan mag Rebecca nog wat strijken. Ja, dat is iets. Zij kan sneller meerdere dingen strijken dan dat ik het doe. Ja, ik kan ook nog snel. Maar ik vind dat het snel en netjes gaat niet samen. Nee, en ik ben er eentje van netjes. Zij doet het met de Franse vlag. Maar ja, oké. Dan moet je toch nog wel opnieuw hier en daar wat strijken. Maar oké. Maakt niet uit, maar dan is het opgeruimd, weet je. En met de kerst krijg ik Jan te logeren. Dus ja, dan moet het bed ook vrij wezen, simpel wat. En Kandalfie is binnen en die wacht op eten. Ewin, nou ja, die zie ik niet, maar ik denk dat ze zomaar achter de bank op de vensterbank zit. Ja, en ik ga zo meteen ook hier aan het werk en ik laat jullie daar even een beetje van meegenieten. Ik ga met de kerstspullen bezig, maar ik ga eerst een bak koffie doen, een broodje doen, want ik heb natuurlijk nog niet gegeten omdat ik boven aan het werk was. Ik heb de kattenbak schoongemaakt, ook dat nog. En dat is allemaal alarmen. En vanavond na het eten, dan gaat de vaatwasser. Ja, dan is dat ook klaar. Dan wordt de aanrecht ook weer netjes en schoon. Ja, maar dat komt vanavond wel als ik gegeten heb. Ja, toch? En dan zal ik je de poes een beetje even eten gegeven. Ja, en dat geeft ook altijd een heleboel lawaai en weinig lol. Hè? Ja, nou, dat gaat zo niet. Ik zet ze aan die kant even neer. Ja, ja, toch? Nou, dat moet ook eventjes weggegooid worden. In de vuilnisbak. Dat hebben jullie gisteren laten staan, hè? Ja, moest jullie niet meer, hè? Nee. Zo, dan kent hij even water erop. En dan moet ik eerst de bakjes pakken, die staan op de grond. Mag ik er even bij, man? 1, 2. Die is van Ewing. Die is van Kandalf. Ja, die is van jou, hè? Ja. Dan moet ik omhoog. Jullie zien me omhoog gaan. Dat doe ik met mijn stoel. Want als je met twee handen werkt, dan moet je dus ook wel twee handen vrij hebben. En anders kan dat niet. Zo, één zakje gaat erin. En wat krijgen ze te smullen? Even zien. Kabeljauw krijgen ze te smullen. Maar wat ik ook doe, brokjes. Een landje met brokjes gaat op een grotere schaaltje. Zo. Nou, en er zit nog een paar brokjes in die van Ewing, dat gaat erbij. En er zit zo'n ritsluiting in, maar je krijgt hem niet makkelijk dicht. Wel makkelijk open, maar niet makkelijk dicht. Het moet wel makkelijk dicht willen, vind ik. En zoals in de kast, heb ik een zak hondenvoer staan. En er zit ook een ritsluiting in, maar er zit zo'n dingetje aan dat je hem daaraan vast en dicht kan maken. Dicht en los kan maken. Hou eens op. Ja. Zo. Even de vork. Zo. Oh, blijf staan. Hé, hey, Ewen, wat jij er ook, meisje? Nou, gelijk even een zakje pakken. Want daar doe ik het afval weer in. Zodat er geen ongedierte erop af kan komen. Dus pak ik gewoon een boterhamzakje. Hop. En dit breek ik al. In kleinere stukjes. En dan is het even zo wiebelen. Hup. Zo,
En dan gaat het één kan als een bakje. Zo. Dan pak ik dat stukje weer. Gaat het bijeen. Gauw ik hem dubbel. En dan gaat in dat zakje. Hup. En dan draaien we hem lekker dicht. Knip erop. En in de afvalbak. En dan kunnen er geen ongedierte bij. Zo makkelijk is dat. Nou, pakken we de vork en dan gaan we het door elkaar heen mengen. Ja, ik heb twee oude vorken en die zijn voor hun. Dus de ene in de vaatwasser pak ik de ander. Ja. En voor de rest spoel ik hem onder de kraan om. Zo, en dan verdeel ik het in tweeën. Zo, moet dat brokje er even af. Zo. Hup. En dan pak ik even in de schaaltje erbij. En dan hebben ze allebei te smullen. Ja, ja. Oh, er zit er eentje aan de zijkant. Even erin. Nou, ga je mee? Ja, want anders, hè? Je hebt het eerder op dan Eeuwen en dat niet wanneer. Nee, want dan kom je bij steven bij Eeuwen, hè? Ja. Zo, nou. En dan zullen we Eeuwen eten geven, hè, meisje? Ja. Eeuwen eten geven, hè? Hier, kom maar. Nou. En daar geniet ik dan weer van. Ja, dan zitten ze zo lekker te eten en te smikkelen en te smullen en te doen. En dat is alleen nog maar leuk. En nu ben ik aan de beurt. Ja, ik ga een broodje klaarmaken, koffie klaarmaken. En dan ga ik even lekker rustig eten. En even mijn spel bijwerken. En dan gaan we weer aan het werk. Nou, hebben jullie dit even gezien? En ja, ik zal dat ook laten zien hoe en wat. Simpel zat. En dan was ik lekker aan het praten erbij. Vanmiddag zit ik, maak ik het lekker vlog en muziekje eronder. Ze zeggen tot dan. Doei doei. Ah ja, lieve vrienden. Een regenboog, want het regent en de zon die schijnt. Zoals jullie allicht kunnen zien. Is die mooi of is die mooi? Waar is de pot met goud? Waar is die brug? Kijk eens hoe mooi, hè. Gaat helemaal daar naartoe. Gaaf. Ik vind het altijd zo'n prachtig gezicht. Om een regenboog te kunnen zien. Meestal zien we dat hier niet. Echt heel bijzonder weer. Echt prachtig. Ik zag het ineens regenen terwijl ik met mijn spelletje nog bezig ben en koffie. En voilà, ik zie het regenen. Ik denk, hé, de zon die schijnt ook. Oh, moet er een regenboog wezen? Ja, ja. Mooi hoor. Ja, heel erg mooi. Nou, ik zou zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden, ik ben druk bezig. De bank die is of een plek af. De planten heb ik bij de vensterbank weg. Die vieze vlekken, als jullie die al mochten zien op de raam, zit aan de buitenkant iets van Kandalf. Ik heb hier in de keuken de trap staan. Ik heb in mijn hand een ster, die gaan we even ophangen. Ja, met moeite en pijn. Ja, met moeite en pijn. Oh.
Zo, die zit er ook in. Dan weet je welke stekker dat is. Ja, die zit erin. Oh, dat knopje omhalen. Die zit er al. Nou, dan zullen we eens kijken, hè. Of die het nog doet. Omdat het een andere ster. Nee, die doet het niet. Is dat balen? Wacht even, die doet het ook niet. Wacht even. Ik zie het al. Die stekker er ook weer in. Zo. En dan moet hij doen, denk ik. Ja! Hij doet het. Nou, dan weten we dat ook. Zo. Voilà. Ga je weer even trots op je plekje. Zo. Nou, dan gaan we het volgende zoeken. Allemaal kerst. Die gaat ook voor het raam. Die gaat voor het raam. Die gaat voor het raam. Dat is mijn andere kerst. Hè. Die gaat, geloof ik. Ja, dat, die hoort hier voor het raam. Die kan ik ook ophangen. Die hoort daar te hangen. Zo, even daar naartoe lopen. Die hoort daar. Oh, die hoort daar. Ah, man. Nou ja, en zo gaan we dan verder. En ik laat jullie straks allemaal wel weer zien. Maar ja, dan weten jullie het. Ik ben druk bezig. Maar ik probeer er zoveel mogelijk bij te zitten. Omdat ik zo gammel ben als ik binnen wat. Pijn in mijn rug heb. Waardoor het weer naar mijn benen gaat. En ja. Noem maar op. Dus we gaan gewoon lekker door. En ik laat het jullie zo meteen wel weer zien. Zeg het tot dan. Ja, lieve vrienden. Ik ben maar even in de keuken gaan zitten bij het grotere licht. Ja, het gaat met mij ook lang niet goed. Ik ben nou weer neusverkouden. Het loopt me de neus uit. Weer lodderig. Het schiet niet op. Ik blijf ziek. Maar ja, geen koorts. Nee, gelukkig niet. Ik zit nog in de troep, maar ook aan de ene kant weer netjes. Hier is nog een bende. Ook in de keuken nog. Maar ja, dat is mijn televisieboompje. Wat willen jullie hem zien? Deze, er komt nog een piek op. Ja, meisje. Ja, mijn meisje. En daar heb ik Gandalfie. Maar in ieder geval, ik heb het salontafeltje al klaar. Aan de kast hangen al het een het ander. Aan die lamp hangt al wat. En de vensterbank is klaar. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Nee. En mijn show dan wel, hoop ik. Ja, ik ben hem vergeten om te draaien. Ik draai hem even eerst om. Lijkt me wel wat handiger, dan zie ik het zelf tenminste ook. Dus tot zo. Zo, nou zien we wat meer. Ja. Ja, ik heb het nou niet aan hoor. Trish, daar is Ster en dat is mijn komeet. Nee, natuurlijk, de tak die hangt er al het hele jaar. Maar ik heb het niet aan. Nee, zover zijn we nog niet. Het kan er wel aan hoor. Ja, het kan er wel aan. Het doet het. Ik heb het gecheckt en alles. Nou, en dan hebben we daar meneertje Kandel weer. En dan gaan we naar de keuken. He, gaan we naar de keuken, man. Ja, jullie moeten eten, hè. Ja, nou, die klok die brandt al wel.
maar daar, die heb ik moeten maken. Dus die is uit elkaar geweest. De sterrenbril nog niet. Daar moet ik ook nog verlichting in doen. Hé, de hik. Nou, en dat is al ouderwets, dat dingetje. Zo. Het water is al zo troebel, want hij is al heel erg oud. Ja. Ik zal eventjes wat doen. Eventjes. Oh, andere kant op. Leuk, hè? Het water is zo troebel door de ouderdom. Ja, en er was ook wat afgebroken. Dat heeft mijn mannetje nog weer gelijmd. Ik weet niet eens meer waar dat was. Ja, hier. Dat konijnenkopje was eraf. Kijk, en daar is hij zijn oortje kwijt. Maar die kan ik niet meer vinden. Maar hij is ook al zo oud. Oh jee, zo oud. Ja. En daar zit Gandalf weer voor het raam, hè? Ja, hè, kerel. Net was hij klaar. En daar is Eowyn, ons prinsesje. Hè? Ja hoor, je hebt gelijk hoor, schat. Je hebt groot gelijk. Nou, dat wil allemaal net. Dan moet hij daar weer tussen. Zo. Die doet het ook, die doet het ook. Allemaal leuk en aardig. Oh, hier zit een knopje op de achterkant. Dan moet ik verschuiven. Leuk, hè? Zo, gaat die zo weer staan en die doet het ook nog. Die heb ik vorig jaar ook aan jullie laten zien. Dat is altijd wel weer even leuk. Dat is toch leuk allemaal? Geweldig toch? Ja. Eowyn, mag ik er even bij, schat? Ja, dat dacht ik ook. Zo, gaat hij daar weer. Gandalfie. Ja, meisje. Ja, meisje. Jullie krijgen zo eten. Ja, ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Ga ik ondanks dat ik weer achteruit ga met mijn gezondheid ook proberen te doen. Ik ben zat, ik ben moe, ik doe niks meer. Nee, ja, mijn bureau nog even opruimen en eten en meer ook niet. Zo zeggen, tot de volgende ronde. Doei doei! Mijn crisisboompie van de televisie.